Welkom bij dit filmpje van Stapeltje Geluk. In dit filmpje laten we je zien hoe je elastiek in een mouw maakt met behulp van een tunneltje. Wat gaan we doen? Ik heb mijn mouw en ik ga met behulp van mijn zoommaatje ga ik 2 centimeter de stof naar binnen slaan. Dus met mijn zoommaatje meet ik dit af. En ik doe dit helemaal rondom. Dus met mijn zoommaatje 2 centimeter. Ik heb nu helemaal rondom 2 centimeter afgespeld. Pak ik de naaimachine erbij. Ik haal extra stukken af. Op deze manier kan ik de mouw er mooi overheen leggen. Ik heb mijn tweelingnaald erin gedaan. En ik ga op een klein stukje afstand van de stof ga ik zitten, maar daarbij voel ik wel of ik niet op die 2 centimeter zit. Dus ik moet binnen 2 centimeter moet deze naald komen, anders zit ik namelijk naast de stof. Kijk, op deze manier gaat het goed. Eigenlijk zit op alle naaimachines zitten wel verschillende lijnen die je aan kunt houden waar je de stof langs laat gaan, zodat je een mooie rechte lijn krijgt. Ik ben bijna helemaal rond. Ik hou een opening van zo'n 2 centimeter hou ik over. Zo, alle spelden kunnen er weer uit. Je ziet nu dat ik overal ruim binnen de eindlijn van de stof ben gebleven. En ik heb een tweelingsteek. Nu heb ik hier een klein stukje over. Ik neem mijn draden vast mooi af. En ik heb hier dus op dit stukje na mijn tunnel compleet. Ik heb een stukje elastiek. En die haal ik door mijn mouw. Belangrijk om altijd het uiteinde vast te houden. Nou ben ik rond, ga ik weer door de opening.
Nu kun je de twee stukken elastiek aan elkaar maken. Dit kan even met een kleine zigzagsteek. En dan kun je hem helemaal door de stof halen. Ik heb het elastiek nu mooi verdeeld. En ik heb ervoor gezorgd dat het dubbele stukje, dus waar het elastiek over elkaar zit, dat dat voorbij de opening is. Zodat je hier alleen een mooi fijn plat stukje elastiek hebt. Dat naait net wat makkelijker. Ik leg mijn mouwen weer overheen. Ik pak een centimeter of 3. Ga ik over dezelfde naad heen. Dus ik zorg dat dat even gelijk ligt. Aan de andere kant neem ik zo'n 3 centimeter van, ga ik over dezelfde naad heen. En je ziet nu dat dit precies hetzelfde is. En mijn mouwtje heeft een stukje elastiek, waardoor die wat mooier aansluit. En nu doen we de andere kant en dan is het shirt klaar.